Alle deelnemers wil ik natuurlijk van harte welkom heten hier op deze beurs die ik in de, zeg maar 20 jaar zoiets draait hier. En ik ben blij dat we zoveel mensen hebben gevonden die mee willen doen om een heel aparte branche te willen vertegenwoordigen. Een branche waar iedereen een beetje zwart tegenaan kijkt. En dat willen we juist doorbreken. En ik denk dat het heel mooi is dat we dat ook op een passende manier deze beurs willen gaan openen. Ik wens jullie sowieso van onze zijde, van Frans en van mij, heel veel succes vandaag, heel veel plezier. En ik hoop dat heel veel mensen, ondanks het wat mindere goede weer, toch deze doorgang weten te vinden. En wil ik het woord geven aan Elvira Schepers. Zij is de wethouder en zij gaat deze beurs openen op een passende manier. Mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. Dankjewel, Nando. Goedemorgen allemaal. Het is toch bijzonder om een uitvaartbeurs te mogen openen. Toen ik aan dit werk begon, had ik dat niet helemaal bedacht hoe dat al ging. Maar ik vind het echt heel bijzonder om hier te zijn. Een uitvaart blijft ook een bijzonder moment. Een moment op de grens van leven en dood. Van vreugde en van verdriet. Maar het is naar mijn mening ook wel goed om als het kan, ook aan het eind van een mensenleven, je persoonlijke stijl te regelen. Vroeger ging alles volgens een boekje. En nu maak je dat boekje zelf. Met alle creativiteit die daarbij komt kijken. De mogelijkheid om aan een uitvaart een eigen signatuur te geven, zijn de laatste jaren ook oneindig groot geworden. Niet alleen standaard zaken, de ceremonie en de muziek, kunnen geheel naar eigen inzicht ingericht worden. Maar ook de kist, de bloemen in vele soorten en maten. Zelfs bloemen als blijvend kunstwerk, zoals op de beurs op te zien zal zijn. En denk ook aan de vele mogelijkheden voor asbestemming. Zoals sieraden, waarin as van een overledene bewaard kan worden. En natuurlijk de grote keus voor een passende urn. Die later in een columbarium of een urnengraf kan worden geplaatst. Of aan de mogelijkheid om voor het overlijden een video of mini-documentaire te maken. Of op een uitvaart een video- of fotoreportage te laten maken. Zodat je later die maar mooie, waardevolle momenten ook nog eens kunt terugzien. De Algemene Begraafplaats presenteert zich ook op deze beurs. En als wethouder wil ik ook wijzen op de hedendaagse mogelijkheden om op deze begraafplaats passende rustplaats te kunnen regelen. Voor iedereen van onze gemeenschap. Islamitisch begraven, natuurbegraven, het is allemaal mogelijk. We zijn trots op de sfeervolle, rustieke en lommerrijke begraafplaats van Winterswijk. Waar we binnenkort dan ook de mogelijkheid willen bieden voor natuurbegraven. En daarover willen we overigens graag ideeën van onze inwoners krijgen. Om het in te richten zoals u het wilt, zoals de Winterswijkse inwoners het willen. U kunt hier in ieder geval volop stijlvolle ideeën op doen om alles rond een uitvaart te regelen. Ik wens jullie stijlvolle inspiratie vandaag. En volgens mij mag ik nu een kaars aansteken en dan is de beurs officieel geopend. En dan wens ik jullie heel veel plezier. Dat is ook nog een kunst. Dat komt helemaal goed, dankjewel. Wat een mooie. Dan gaan we lekker beginnen. Ja. Succes. Ja, en een bepaald